Oké, goedenavond iedereen. Ik ga nog heel even een minuutje of twee wachten, want we merken dat er nog een aantal mensen aan het inloggen zijn, vooraleer we dan definitief met de presentaties gaan starten. Dus we wachten nog een hele korte tijd. Oké, ik denk dat we van start kunnen gaan. Nogmaals, goedenavond iedereen op deze eigenlijk wel speciale dag. Niet alleen Valentijnsdag, maar ook Internationale Epilepsiedag. Er was opgeroepen om vandaag onze bijzondere liefde voor onze kinderen met epilepsie te tonen. Wat uitgebreid gebeurd is en dat maakt ons uiteraard zeer blij. Ik ben Stefanie, ik ben mama van een dochter van 16 ondertussen. En onze dochter die heeft een medicatieresistente vorm van epilepsie al een tiental jaar. Net geen 4 jaar geleden heb ik het steunpunt kinderepilepsie opgericht. En als patiëntenorganisatie zetten wij ons in voor families die met ernstige refractaire kinderepilepsie geconfronteerd worden. Voor het webinar deze avond hebben wij twee gastsprekers. Voor eerst hebben wij Anouk van Westreen en Cindy Leenaerts vervolgens. Anouk van Westreen is zowel arts als onderzoeker. En zij deed onder meer haar promotieonderzoek bij Stichting Epilepsieinstellingen Nederland, SEIN afgekort. Momenteel is zij aan de slag als arts in een revalidatiecentrum voor jongvolwassenen met niet aangeboren hersenletsels. Cindy Leenaerts, onze tweede spreker van deze avond, is mama van twee dochtertjes van respectievelijk 8 en 4,5 jaar. En beiden hebben epilepsie. Tijdens het webinar deze avond gaan we dieper in op het onderzoek dat Anouk van Westreen voerde. Zij sprak met meerdere ouders van kinderen met medicatieresistente epilepsie en zij stelde onder meer vast dat ouders beschermend gedrag ontwikkelen. Het is dit gedrag dat ouders er onder meer toe aanzet om een epilepsie-alarmsysteem te gaan gebruiken. Anouk van Westreen kwam via haar onderzoek te weten welke waarde ouders aan alarmsystemen hechten en wat zij belangrijke kenmerken van deze alarmsystemen vinden. Cindy Leenaerts die zal Anouk van Westreens presentatie aanvullen en zij gaat ingaan onder meer op de diagnose van epilepsie bij haar beide dochtertjes en wat haar ertoe bracht een epilepsie-alarmsysteem aan te schaffen. Vooraleer ik de dames het woord geef, volgen er zoals steeds nog een aantal praktische afspraken. Dus eerst en vooral het webinar zal worden opgenomen, wordt opgenomen en zal over enkele dagen beschikbaar zijn op onze website en ook via onze social media. Jullie kunnen tijdens het webinar vragen stellen via onder meer de Q&A-functie. Te vinden, denk ik, rechts onderaan jullie scherm. Voor diegenen die dat wensen, kan er ook live een vraag gesteld worden, maar dat enkel nadat de presentaties zijn afgerond. En dat geldt ook voor de Q&A, dus de geschreven vraagstelling. Jullie staan tijdens het volledige webinar op mute, dus enkel wij zelf zijn te horen. Voilà, dat was wat mijn inleiding betreft. En dan geef ik nu heel graag het woord aan Anouk van Westreen. Ja, goedenavond. Bedankt voor deze introductie. Ik ga even mijn scherm delen. Zo. En ik ga vanavond wat meer vertellen over de impact van epilepsie en ook de waarde van epilepsie-alarmsystemen. Als ouder van een kind met epilepsie weten jullie waarschijnlijk maar al te goed hoe het is om de diagnose epilepsie te krijgen bij uw kind. En misschien herinnert u zich ook nog wel het moment dat een neuroloog uitleg heeft gegeven over SUDEP, het plotseling overlijden bij epilepsie. Nou, vanaf dat moment staat je hele leven op je kop.
Vanaf dat moment is niks meer anders. En veelal durven ouders hun kind ook niet meer alleen te laten. En zullen ze met het kind ook in bed slapen. Het is lastig omdat aanvallen heel erg onvoorspelbaar zijn. Dus je bent continu bezig, wanneer komt die volgende aanval? En er speelt ook veel angst. Angst om je kind te verliezen. Epilepsie heeft een grote impact op ouders. Ouders hebben natuurlijk, kunnen er op verschillende manieren uitzien. Dus ze kunnen ook zo of zo gerepresenteerd worden. Maar voor deze presentatie maak ik gebruik van dit figuurtje. En die impact is onderzocht, maar er is nog niet zo heel veel onderzoek naar gedaan. En de meeste onderzoeken die kijken naar de impact van epilepsie op ouders, die kijken naar de impact op moeders. Omdat moeders vaak degene zijn die de meeste zorg voor hun kind op zich nemen. En als we dan kijken, zien we dat bijna 50% van alle moeders die voor een kind met epilepsie zorgt, het risico loopt om een depressie te ontwikkelen. Als we naar beide ouders kijken, zien we dat meer dan de helft van alle ouders een reële kans heeft om angstsymptomen te ontwikkelen. En we weten dat zowel een depressie als angstsymptomen zijn geassocieerd met een verminderde kwaliteit van leven. En dit is zowel voor de ouder, maar ook voor het kind. Dus het heeft een grote impact op ouders en op het hele gezin. En we zien dat die kwaliteit van leven vooral wordt bepaald door de psychologische factoren. En daarmee bedoel ik de angst die bij ouders speelt, de zorgen. En eigenlijk minder te maken heeft met ziekteafhankelijke factoren. Dus bijvoorbeeld hoeveel aanvallen zijn er. Dus het heeft meer te maken met dat andere stukje. En wat zijn dat nou voor dingen? Nou ja, u kunt het zichzelf misschien goed voor de geest halen. Wat komt er allemaal bij kijken? Het zijn veel uitdagingen voor ouders. Vaak speelt er een onzeker gevoel. Zeker als je net de diagnose hebt. Wat staat me allemaal te wachten? Je maakt je constant zorgen over je kind. Hè, gaat alles wel goed? Maar ook op lange termijn zorgen over de toekomst. Er kunnen frustraties zijn. Ja, het is misschien lastig om de juiste informatie te vinden of de juiste steun die je nodig hebt. En als laatste is het eigenlijk continu een balans die ouders afwegen. Aan de ene kant willen ze zo normaal mogelijk zijn en eigenlijk niet tonen dat ze een kind hebben met epilepsie. Maar aan de andere kant wil je ook je kind beschermen en kan je daarin niet helemaal normaal zijn. Zul je soms ook je kind een aantal dingen moeten verbieden, bijvoorbeeld uit zorg dat ze minder risico lopen. Nou, al deze dingen hebben grote impact op ouders. En er is ook onderzoek gedaan, hoe gaan ouders hier nou mee om? Hier staat een afbeelding van een onderzoek dat heeft gekeken naar coping. Copingstijl is hoe je omgaat met bepaalde lastige situaties. En dat is gebaseerd op de Utrechtse copinglijst, die uit 7 verschillende copingstijlen bestaat. Dat is actieve confrontatie, palliatieve reactie, vermijding, sociale steun zoeken, passief reactiepatroon, emoties uiten en geruststellende gedachten. En deze onderzoekers vonden dat 3 specifieke copingstijlen, namelijk de palliatieve reactie, het vermijden en het meer passieve reactiepatroon, dat zijn eigenlijk wat meer passievere vormen van coping, dat die waren geassocieerd met een verminderde kwaliteit van leven. Van deze ouders. Een ander onderzoek heeft ook gekeken naar kwaliteit van leven, maar dan ook naar het juist op het kind. En hier zie je een figuur waarbij op de horizontale as een bepaalde vorm van coping, dat is hulpeloosheid, wordt afgebeeld van de ouder. En op de verticale as is
de kwaliteit van leven van het kind. En je ziet hoe hoger de hulpeloosheid van de ouder, dus hoe meer naar rechts je gaat, hoe meer de lijn naar beneden gaat, dus hoe lager de kwaliteit van leven van het kind is. En daarmee hebben ze aangetoond dat coping van ouders ook invloed kan hebben op het kind. Het heeft natuurlijk allemaal met elkaar te maken. Aan de ene kant is er het psychologisch welzijn van ouders. Nou, zoals ik eerder heb verteld, kan epilepsie bij ouders verschillende dingen veroorzaken. Er is een kans op stress, kans op angst en op depressie. En al deze dingen hebben eigenlijk direct gevolgen voor hoe het gezin functioneert. Daarnaast is er de coping van ouders. Nou, onderzoek heeft aangetoond dat stress bij ouders kan verhoogd worden als de copingstijl van de ouders meer gefocust is op emotie. En als de copingstijl juist meer probleemoplossend gefocust is, dan kan dit de stress verminderen bij ouders. En als laatste het welzijn van het kind. Kinderen met epilepsie hebben vaak ook gedragsproblemen. En we kunnen aantonen dat wanneer ouders een depressie hebben, maar ook bij overbeschermde ouders, zien we meer gedragsproblemen in het kind ontstaan. Aan de andere kant, als je juist het kind meer de zelfstandigheid ondersteunt, kan dit de gedragsproblemen verminderen. Voor mijn onderzoek heb ik met verschillende ouders van kinderen met refractaire epilepsie interviews gedaan. En daaruit kwam naar voren dat eigenlijk alle ouders een angst hadden om hun kind te verliezen. En vanuit die angst ontwikkelden ze een bepaald gedrag. We hebben dat het beschermingsgedrag genoemd. Om een kind met epilepsie te beschermen. Je kan dan denken aan bijvoorbeeld met je kind in hetzelfde bed slapen. Of altijd de deur op een kier zetten. Of op andere manieren je kind in de gaten houden. Dit gedrag kan een ouder helpen om een gevoel te hebben dat ze controle hebben over de situatie. Maar aan de andere kant kan het er ook toe leiden dat ze er heel erg veel mee bezig zijn. En dat het juist een hele zware last wordt. Dat de zorg daarmee extra zwaar wordt. Dus het heeft ook te maken met hun coping, hoe ze met de situatie omgaan. En hun copingsgedrag heeft ook weer invloed op de hoeveelheid angst die ze hebben. Dus dit staat allemaal met elkaar in verbinding. Nou was de vraag van mij, hoe kunnen wij als arts hier nou iets in bijdragen? Hoe kunnen wij hierbij helpen? Nou, aan de ene kant is het denk ik heel erg belangrijk dat artsen zich bewust zijn van die coping van ouders en de verschillende copingstrategieën die ze hebben. En dat ze problemen in coping, of dingen waar ouders tegenaan lopen, op tijd detecteren en ook op tijd psychologische hulp kunnen bieden. En aan de andere kant staat die angst om je kind te verliezen. Daar kunnen we niet zo heel veel direct aan doen. Maar de vraag is er misschien een rol van epilepsie-alarmsystemen om iets aan die angst te kunnen doen? Voor mijn onderzoek heb ik ook gekeken naar het effect van alarmsystemen op ouders. En ik heb het hier over het PROMIS-onderzoek. Dat is een onderzoek waarbij we de Nightwatch bij kinderen thuis hebben uitgetest. De Nightwatch zie je hier in beeld. Dat is een armband die je om de bovenarm draagt. Die meet hartslag en beweging. En zo zendt hij een alarmpje als er een grote nachtelijke aanval is. Nou, we hebben gekeken hoe goed alarmeert het systeem. Maar daarnaast hebben we ook gekeken wat is het effect nou op ouders. En specifiek hebben we gekeken naar stress, slaapkwaliteit en kwaliteit van leven. En wat we dan zien, is dat stress een klein beetje minder wordt. Dat de slaapkwaliteit ook een klein beetje minder wordt. Dat is iets wat je eigenlijk niet wil. En dat de kwaliteit van leven eigenlijk vrijwel gelijk blijft.
Ons idee van deze resultaten is dat het onderzoek wat we hebben uitgevoerd eigenlijk nog een beetje te kort is geweest om daar hele goede resultaten in te zien. Het was een periode van 2 maanden waarin ze de Nightwatch hebben gebruikt. En we verwachten dat op de lange termijn, met name het stukje kwaliteit van leven, misschien wel wat verbetering kan laten zien. Omdat je dan meer de tijd hebt gehad om echt op een apparaat te vertrouwen en dat je dan ook echt verschil kan meten. De slaapkwaliteit daarentegen ging juist achteruit. Ja, dit kan verschillende gevolgen hebben. Het kan zijn dat er bijvoorbeeld heel veel valse alarmen waren, waardoor ouders vaker wakker waren 's nachts of dat er technische problemen waren. En die zullen misschien ook minder zijn buiten een onderzoekssetting. Maar het kan zijn dat, ja, dat toch de slaapkwaliteit daardoor beïnvloed wordt. Maar ik denk dat dat op langere termijn beter te onderzoeken is. Dan is eigenlijk de grote vraag, sluiten die alarmsystemen, zoals een Nightwatch, maar ook andere systemen die op dit moment op de markt zijn, eigenlijk wel goed aan op de behoeften van ouders? Als we naar verschillende onderzoeken kijken die hiernaar hebben gekeken, meestal aan de hand van vragenlijsten, dan komen er verschillende kernbehoeftes naar voren van alarmsystemen. Allereerst is het belangrijk om de veiligheid te verbeteren. Die stond duidelijk voorop. Daarnaast ging het ook over klinisch en zelfmanagement, om dat te verbeteren. En dat betekent met name, hoe kunnen we bijvoorbeeld verbeteren dat de medicatie beter wordt voorgeschreven aan de hand van het aantal aanvallen wat we gemonitord zien. Maar ook de zelfstandigheid van iemand met epilepsie bevorderen door middel van een alarmsysteem. En als laatste kwam geruststelling geven ook veel naar voren als belangrijke behoefte. Veel onderzoeken kijken eigenlijk vooral naar mensen met epilepsie zelf. En als je hen vraagt, wat vind jij nou belangrijk aan zo'n alarmsysteem? Dan geven zij duidelijk aan dat snoeren, een groot systeem, groot device, iets wat veel support nodig heeft of wat oncomfortabel is, dat zijn duidelijk dingen die ze niet willen. Maar wat willen ze dan wel? Ze willen heel graag iets wat niet zo opvalt. Wat niet stigmatiserend is. Wat er aantrekkelijk uitziet. Zoals een bril of een armband. Iets wat niet direct wordt herkend als een alarmsysteem. Daarnaast dient het comfortabel te zijn. Ze willen graag dat het draagbaar is. Dat het goed past. Maar dat je het ook weer af kan doen. Dat het niet de hele tijd hoeft te blijven zitten. Dat als er data wordt opgeslagen of aangemaakt, dat daar ook vertrouwelijk mee om wordt gegaan. En als er ondersteuning, support nodig is, dat dat tijdig wordt geleverd. Nou is het natuurlijk de vraag, is die behoefte van een persoon met epilepsie ook gelijk aan de behoefte van een ouder? Of spelen daar verschillen? Dus als we inzoomen op de ouder, dan komen er toch wat andere waarden naar voren. Bovenaan staat gezondheid. En daarbij gaat het zowel om de gezondheid van het kind als de gezondheid van de ouder zelf en de kwaliteit van leven. Het gaat ook om vertrouwen. En daar kom ik zo nog verder op terug. En het gaat om betrouwbaarheid. Hoe goed kan het systeem een alarm geven als er ook echt een aanval is? En die betrouwbaarheid is wel een lastig stukje in devices. Aan de ene kant, dit zijn een beetje ingewikkelde termen, maar ik zal het goed uitleggen. Aan de ene kant speelt de gevoeligheid van een apparaat, de sensitiviteit. Je wil namelijk het liefst dat hij alle aanvallen goed vangt. Dat hij bij alle aanvallen een alarmpje geeft. Aan de andere kant staan ook de valse alarmen of de positief voorspellende waarden. Als er een alarm afgaat, hoe vaak is het dan een juist alarm? En die twee die zijn altijd in balans. Want hoe gevoeliger je een systeem maakt, hoe groter de kans dat je ook meer valse alarmen krijgt. En dat is ook andersom. Als je minder valse alarmen wil, dan wordt het systeem ook minder gevoelig. En dan heb je een grotere kans om aanvallen te missen. Eerdere onderzoeken hebben ook wel aan ouders gevraagd van wat vinden jullie nou belangrijk in die balans? Maar die keken vaak maar naar één kant van de twee
delen. Dus als we bijvoorbeeld alleen naar die gevoeligheid keken, dan zeiden ze, nou, we willen 100% sensitiviteit. We willen dat alle aanvallen gedetecteerd worden. Of aan de andere kant van de weegschaal, ik wil 1 vals alarm per aanval. Of als er helemaal geen aanvallen zijn, ik wil 1 vals alarm per week. Maar dit zijn natuurlijk niet hele reële antwoorden, omdat je altijd die balans hebt. Dus je moet eigenlijk ook altijd naar de andere kant van die weegschaal kijken. Maar daarvoor heb ik in mijn onderzoek gekeken naar wat ouders willen en juist beide kanten van die balans daarin meegenomen. Nou, als voorbeeld nemen we een kind met 10 aanvallen per week. En dan kijken we naar de gevoeligheid, die staat links afgebeeld. En de positief voorspellende waarde, die staat daarnaast afgebeeld. Als je dan zet op een balans van 50% sensitiviteit en 100% positief voorspellende waarde, dan kom je uit op 5 aanvallen die je mist in een week en helemaal geen valse alarmen. Nou, als je die balans dan een beetje aanpast, bijvoorbeeld naar 80-50, dat betekent dus dat 20% van de aanvallen gemist wordt. Dus dat zijn 2 aanvallen. En dan geeft hij ook weer meer valse alarmen. Dus 5 valse alarmen. En zo kan je elke keer die balans wat bijstellen. En we hebben ouders gevraagd, wat vinden jullie nou een fijne balans daarin? Waar geven jullie de voorkeur aan? En dan laten ze dit zien. De blauwe lijnen geven aan het percentage van ouders wat het antwoord heeft gegeven. En wat je ziet is dat de balans 80-50 door de meeste ouders als voorkeur werd aangegeven. En dat ze liever een systeem wilden met een hogere gevoeligheid, dus meer valse alarmen, dan een systeem met minder valse alarmen en de kans om aanvallen te missen. Ik had net ook al even genoemd dat vertrouwen ook een heel belangrijk item was voor ouders. En we hebben ook uitgevraagd, wat is dat dan voor ouders? Wat geeft dan extra vertrouwen in een apparaat? Nou, bepaalde dingen die ze aangaven was, het moet verschillende modaliteiten laten zien. Daarmee bedoel ik, ik wil dat hij zowel de hartslag meet als beweging, als saturatie of zweten. Hoe meer, hoe beter. Dat maakt voor ouders een apparaat gevoelig of betrouwbaarder. Ook zou het heel erg helpen als het wordt aanbevolen door een neuroloog, omdat dat ook het vertrouwen bevordert. En als laatste zou het helpen als een apparaat ook persoonlijk aan te passen is. Dat je de instellingen kan wijzigen naar jouw behoeften. Een ander onderzoek wat ik heb gedaan aan de hand van een vragenlijst is een discrete choice experiment. Dat is een beetje een ingewikkelde methode, maar het komt erop neer dat je ouders eigenlijk telkens de keuze geeft tussen 2 devices. Device A of device B. En elk device heeft verschillende eigenschappen. Bijvoorbeeld, hoe alarmeert een device? En per eigenschap heb je dan verschillende levels. Dus je kan hebben, ik wil een alarm alleen bij grote aanvallen. Of een alarm bij grote en kleine aanvallen. Of ik wil een alarm bij een grote aanval, maar een notificatie, dus een kleine melding, bij een kleine aanval. Nou, zo heb je allemaal verschillende levels per eigenschap. En die hussel je telkens door elkaar. En dan krijg je een optie A en een optie B. En ouders moeten elke keer de afweging maken, welk device, welk systeem heeft mijn voorkeur? Nou, zo hussel je dat een aantal keer door elkaar. En dan stel je elke keer de vraag, wil je A of B? En aan het einde van die vragenlijst heb je dus telkens voor alle ouders die afweging waar ze de voorkeur aan geven. En achteraf kan je daarmee rekenen en kan je bepalen welk level van elke eigenschap eigenlijk het belangrijkste is voor ouders. Nou, daar kwam het volgende uit. Als we gaan kijken naar in gebruik nemen, dan hadden we de opties. Nou, direct. Je kan het gewoon zo kopen en uitpakken en gaan gebruiken. Of, nee, ik wil eerst graag wat overleggen met de neuroloog. Of,
een testperiode in een instelling van 2 weken, zodat je ook echt goed kan valideren of een systeem het goed doet bij je kind. Nou, hier gaven ouders duidelijk aan dat ze heel graag eerst wilden overleggen met de neuroloog. En dat ze eigenlijk liever niet zo'n testperiode wilden doen. En dit is wel belangrijk, want op dit moment in Nederland doen we vaak wel zo'n testperiode voordat we een apparaat aanbevelen. Dus we hebben best wel vaak dat we kinderen een tijdje opnemen en verschillende apparaten testen om te kijken welke het beste past. Als we gaan kijken naar alarmeren, wat ik net als voorbeeld gaf. Dus alleen een alarm bij een grote aanval. Eigenlijk bij alle soorten aanvallen, dus zowel grote als kleine een alarm. Of dus wel een hoorbaar alarm bij een grote aanval, maar meer een kleine notificatie, bijvoorbeeld een sms'je, als er een kleine aanval is. Nou, hier gaven ouders eigenlijk aan, maakt me niet zoveel uit hoe ik gealarmeerd word, maar ik wil wel graag zowel voor die kleine als die grote iets horen. Dus iets van een melding krijgen. En ook dit is erg belangrijk, want op dit moment hebben alle devices die op de markt zijn eigenlijk alleen maar gericht op die grote aanvallen en nauwelijks op kleine aanvallen. Als laatste de personalisatie, dus het persoonlijk aanpassen van een apparaat op jouw kind. Daarbij hadden we de opties vaste instellingen, dus je kan eigenlijk helemaal niks veranderen. Of ik wil graag persoonlijk feedback geven als er een alarm afgaat, dat ik kan zeggen, ja, dit was een aanval. Of nee, dit was niet goed, dit was een vals alarm. En dat hij daarmee zichzelf slimmer maakte en leert van jouw feedback. Of als laatste een systeem dat zichzelf traint. Dat klinkt een beetje futuristisch, maar dat is er wel iets wat kan. Die aan de hand van de data die hij binnenkrijgt, zichzelf eigenlijk slimmer maakt, zonder dat je daar als ouder iets aan hoeft te doen. En hier gaven ouders ook duidelijk aan, ik zou het wel heel fijn vinden om persoonlijk die feedback te kunnen geven, om daar zelf die controle over te hebben. Wat ook heel duidelijk eigenlijk uit alle onderzoeken die ik heb gedaan naar voren kwam, is dat heel veel ouders heel veel verschillende soorten behoeften hebben. En dat dat heel erg afhankelijk is van hun kind, het type epilepsie, maar ook hun gezinssituatie. Er zijn heel veel verschillende dingen die hun behoeften kunnen doen variëren. En voor een alleenstaande moeder die bijvoorbeeld het liefst continu haar kind in de gaten houdt, die vindt misschien iets in de vorm van een camera heel erg prettig, dat ze eigenlijk continu een oogje in het zeil kan houden. Waarbij misschien in een ander gezin juist een meer draagbaar systeem prettig is, waarbij het kind ook meer zelfstandigheid kan krijgen. Dus wat belangrijk is, is de vraag, hoe sluiten die systemen dan aan op die ouders? En ik denk dat je met één vast systeem, die voor iedereen geschikt is, dat je daarmee lang niet op al die behoeftes aan kunt sluiten. En dat het eigenlijk veel belangrijker is om een device te maken wat heel erg gericht is op de gebruiker, dus op de mensen met epilepsie, maar ook de ouders, want die zijn vaak degene die zo'n apparaat gebruiken. En dat je het ook op maat maakt. Dus dat het eventueel ook aan te passen is. Die optie tot het persoonlijk maken van een apparaat is daarin ook heel erg belangrijk. En dan gaat het niet alleen om het aanpassen van de instellingen, bijvoorbeeld wat voor alarm wil ik hebben, wanneer wil ik een alarm, maar dus ook het aanpassen van het algoritme, de slimme formule in het systeem, zodat het nog gevoeliger kan worden voor een specifiek kind met een bepaald type epilepsie. En als laatste is het denk ik meer voor ons als artsen heel erg belangrijk om heel erg bewust te zijn van de coping van ouders. Hoe gaan ze met de situatie om? En ook wat voor gedrag hebben ze zelf al ontwikkeld om hun kind te beschermen? Want wat wij vonden is dat veel ouders eigenlijk al een heel eigen soort manier hebben gevonden om met de situatie om te gaan. En dat het dan soms heel lastig is om een nieuw systeem, een alarmsysteem,
daar in die situatie in te passen. En ik denk dat daar veel meer ruimte moet zijn in de toekomst. Om alarmsystemen veel beter aan te laten sluiten op de situatie, de gezinssituatie die er op dat moment is. Dat was mijn verhaal voor nu. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Oké, dankjewel voor je uiteenzetting. Ik denk dat die zeer waardevol was. Als er vragen zijn, dan stel ik voor dat we die straks, na de toelichting van Cindy Leenaert, gaan bekijken. Dus ik schakel nu heel graag over naar Cindy Leenaert, die dus mama is van twee dochtertjes met epilepsie. En ik denk dat we heel graag horen hoe zij ertoe gekomen zijn om een epilepsie-alarmsysteem te gebruiken en wat dat toestel voor hen op vandaag kan betekenen. Goedenavond iedereen, ik ben dus Cindy. Ik ben mama van twee dochtertjes. In ons gezin zijn er twee mama's. Wij hebben elk één kindje gedragen, om het zo te zeggen. En wij hebben bewust ervoor gekozen om dezelfde donor ook te nemen. Wij hadden zoiets van, dan in functie van als ze later ooit ziek zouden zijn, kunnen ze dan elkaar altijd helpen op genetisch gebied. Jammer genoeg heeft het lot daar anders over beslist, want hebben zij dezelfde chromosoomafwijking gekregen van de donor uit. Dus dat hadden wij toen niet in gedachten, maar we zijn heel blij met onze kindjes dat die er natuurlijk zijn. Nu, onze oudste dochter, die noemt Fenne, die is momenteel 8 jaar. Als die 11 maanden oud was, heeft hij eigenlijk haar eerste epilepsieaanval gehad. Toen was er nog een vermoeden dat dat koortsstuipen waren, maar er waren twee aanvallen op één avond. In die week waren er nog een aantal aanvallen en was het al zeer atypisch dat er nog koortsstuipen waren. Dan hebben we eigenlijk even een rustige periode gehad, tot de leeftijd van vlak voor 3 jaar. En dan heeft Fenne eigenlijk opnieuw aanvallen beginnen krijgen. Er zijn dan verschillende zware tonisch-klonische aanvallen eigenlijk geweest. En dat was ook heel moeilijk om dat ook onder controle te krijgen met medicatie. Dus ze hebben dan ook verder onderzoek gedaan en dan bleek inderdaad dat zij dan een chromosoomafwijking had die dat hier in België of in Nederland ook nog niet heel gekend was. Dus het was ook heel moeilijk, er was geen onderzoek ook naar gedaan, dus we wisten eigenlijk ook niet goed wat het de toekomst allemaal ging brengen. In die periode is eigenlijk dan ook het zusje geboren. Dat wij dan zoiets hadden van oké, we gaan hier kijken wat het allemaal ons brengt. Maar uiteindelijk, als we dan te horen kregen dat Fenne die chromosoomafwijking had, hebben we dan ook de vraag gekregen van, willen jullie graag Phoebe, dat is de naam van de jongste, ook graag getest willen zien? De kans is heel klein dat hij dezelfde afwijking heeft. Maar als jullie dat willen, dan kunnen we een test doen. We hebben daarvoor gekozen om die test wel te doen. En dan bleek eigenlijk dat Phoebe dezelfde afwijking had. Dus dat was eigenlijk toen heel onverwacht voor ons, omdat die kans ook echt heel klein was dat ze dezelfde afwijking had. Maar ja, blijkbaar was dat dan toch het geval. Phoebe was op die moment eigenlijk nog maar een half jaar oud. Dus je gaat dan vanaf die moment eigenlijk ook naar Phoebe kijken, naar heel de ontwikkeling, met een bril van, oké, kan ze al zelfstandig zitten? Kan ze beginnen kruipen? Kan ze al interactie maken? Dus dat is eigenlijk, op die moment heb je een hele andere kijk eigenlijk op de ontwikkeling van je kind ook. En ga je een simpele mijlpaal eigenlijk, ga je echt zoiets hebben van, oké, fantastisch, ze kan dit. Dus daar zijn toch al geen problemen op dat gebied. Dus wij waren dan heel gelukkig met ons gezinnetje en met 4, maar helaas kwamen de aanvallen bij Fenne eigenlijk veel harder naar boven en kwamen er tonisch-klonische aanvallen die er ook voor zorgden dat Fenne ook in een status epileptica ook is verzeild en dat ze dan ook eventjes in coma is moeten liggen om eigenlijk heel de aanval te doorbreken. En op dat moment is er dan ook beslist geweest om een doorverwijzing te doen naar Pulderbos. Het centrum in België dat gekend is voor kinderen met epilepsie te begeleiden. En Fenne heeft daar eigenlijk in de zomer van 2018 3 weken doorgebracht als observatie. En daaruit is ook naar boven gekomen, ondanks dat wij al heel veel EEG's in de ziekenhuizen hadden gehad en heel veel scans, is de epilepsie eigenlijk nooit niet vastgesteld geweest in ziekenhuizen, buiten op de filmpjes die dat wij zelf hebben kunnen maken. Maar in Pulderbos, door de 48-uur EEG, is er eigenlijk dan wel gezien dat Fenne elke minuut van de dag eigenlijk
ja, epileptische activiteit in haar hersenen had. En die had er wel voor zorgde dat, dus, dat ze eigenlijk ja, heel veel aanvalletjes eigenlijk altijd deed. En dat dat toch wel heel ernstig eigenlijk was. Ze hebben dan als advies gekregen dat Fenne eigenlijk voor een langere periode naar Pulderbos moest gaan. Wat een heel moeilijke beslissing was. Fenne was op die moment 4 jaar. Ja, eigenlijk was het advies van, ze gaat hier voor een aantal weken / maanden eigenlijk blijven. We weten niet hoe lang. En je moet ze daar ook achterlaten. Dus de twee mama's hadden het daar heel moeilijk mee. Een kind van 4 jaar ergens achterlaten en helemaal de zorgen overdragen aan het zorgpersoneel daar, is los van dat wij daar het vertrouwen in hadden, is dat een heel moeilijke. Dus dat was met heel veel angst ook om ze ook achter te laten. Maar ook ja, de onmacht dat je eigenlijk voelde als ouder van ik kan hier voor mijn kind eigenlijk niks betekenen op die moment buiten de steun willen geven. Wij hebben daarvoor gekozen om dat wel te doen. Dat was een moeilijke beslissing, maar wij hadden zoiets van, wij willen niet opnieuw dat Fenne in een status epileptica belandt, waar ze misschien niet zou uitgeraken. Dus hoe moeilijk dat die beslissing voor ons ook is, emotioneel gezien, was dat rationeel de beste beslissing dat we konden nemen. Fenne heeft daar uiteindelijk 6 maanden doorgebracht in Pulderbos. En tijdens die periode hebben wij ook beslist om de Nightwatch aan te schaffen. Dus Fenne was eigenlijk, in het weekend kwam zij naar huis in Pulderbos. En een van de laatste daar aanvallen was eigenlijk als zij 's morgens onder de ochtend mee bij mama's in bed was komen liggen. Wij waren terug in slaap gevallen en Fenne lag met haar hoofd ook op mijn borst. En ik ben wakker geworden op het, ja, het schuddend gevoel van een tonische aanval op mijn borst. En zij maakte niks van geluid. Dus alle aanvallen ervoor zijn we elke keer wakker geworden op een geluid eigenlijk. Een vrij kokhalzend geluid dat we dat mogen noemen. Maar op die aanval eigenlijk was het volledig geluidsloos. En toen hebben wij eigenlijk echt het besef gehad van als dit gebeurt in haar bed, gaan we dat niet horen met een babyfoon of gaan we dat niet horen als een deur openstaat. En dat was voor onze angst heel groot. En hadden wij zoiets van nu willen wij heel graag een detectiemateriaal eigenlijk aanschaffen. We hadden ook in die periode via het steunpunt van kinderepilepsie de info een namiddag meegemaakt van de detectiematerialen. Dus wij wisten eigenlijk dat de Nightwatch op de markt was. En we hadden zoiets van, we willen dat toch wel graag proberen. Met dank ook mee aan de grootouders en aan een collega's die dat ook een beetje een geldinzameling hebben gedaan, hebben we die dan ook kunnen aanschaffen. Want het is een dure apparaat, zullen we zeggen. Dus het is niet evident om het ook allemaal aan te schaffen. En dan hebben we dat toch gedaan. Fenne heeft de Nightwatch ook meegenomen in Pulderbos. Dus ze heeft Pulderbos ook de Nightwatch leren kennen eigenlijk. En ja, eigenlijk het verhaal in Pulderbos is dan na een 6 maanden ook gestopt. En Fenne is daar wel uitgekomen en haar medicatie is dan stabieler gezet geweest, waardoor dat de aanvallen ook beter werden. Ze heeft daar ook andere medicatie eigenlijk gekregen. En daarnaast hebben ze daar ook doorverwezen, want Fenne heeft ook de diagnose van autisme en ADHD gekregen voor type 9 onderwijs ook te volgen. Zodat zij eigenlijk ook wel in een rustig klasje kan zitten en ook wel meer leerkansen kan hebben, want door de epilepsie maakt het haar ook niet gemakkelijk om in het gewone onderwijs eigenlijk te kunnen volgen. In die periode was het voor ons ook natuurlijk niet zo heel evident, want onze jongste dochter begon ook te groeien. Maar ook daar merkten wij de eerste absence-momenten op als die een maand of 9 was. Dus dat was ook voor ons dan weer een slag eigenlijk in het gezicht, want we hadden eigenlijk gehoopt dat de chromosoomafwijking die er wel was, misschien niet voor epilepsie zou zorgen. Maar wij merkten eigenlijk al voor het eerste levensjaar ook wel dezelfde zaken op dan bij de zus. Toen dat Phoebe eigenlijk 2 jaar is geworden, zijn we ook bij Phoebe moeten overstappen op ook medicatie toe te dienen. Dus het is een beetje een gelijktijdig verhaal dat Fenne in Pulderbos had. Phoebe haar aanvallen zijn begonnen en nadien is bij Phoebe ook een medicatie opgestart. Ondertussen heeft Phoebe ook een diagnose van autisme gekregen en heeft ze daarbij ook een verbale en motorische dyspraxie. Zij krijgt daar ook extra logopedie voor, extra kinesist voor. En wij zijn ondertussen ook aan het bekijken voor een overstap naar type 9 onderwijs voor Phoebe. Voor Phoebe hebben wij momenteel geen detectietoestel. Wij hebben dit enkel voor Fenne. Dat was eigenlijk zo omdat Fenne zware tonisch-klonische aanvallen had en dat Phoebe haar aanvallen eerder absence-aanvallen zijn gedurende de dag en dat wij s'nachts, momenteel als we zoiets zeggen, iedereen begrijpt dat, je moet altijd houdvast dat we zoiets zeggen, maar we hebben bij Phoebe eigenlijk momenteel nog geen aanvallen opgemerkt. Dus wij gebruiken dat dan vooral voor Fenne eigenlijk. Bij ons was eigenlijk de overstap voor dat detectietoestel
vooral de angst dat wij hadden. Dokter Anouk van Westerenen heeft dat er juist ook heel duidelijk toegelicht. Maar er was inderdaad een heel grote angst van wat gaat er hier gebeuren als Svenne in haar slaap dat krijgt en wij worden toch niet wakker, wij horen het niet. Ook angst om Svenne bij familieleden te laten slapen, bij grootouders te laten slapen, want dat is niet evident. Want ja, je moet je kind dan achterlaten bij iemand anders, maar tegelijkertijd, bij de persoon die dat kind dan ook gaat opvangen, is het ook niet evident, want die hebben ook schrik van oei, stel je voor dat er deze nacht iets gebeurt, wat moet ik dan doen? Dus de Nightwatch eigenlijk zorgt er dan ook wel voor dat ook als kinderen eens ergens anders gaan slapen, dat er ook weer een bepaalde rust is. Zo is Svenne dit jaar meegegaan op bosklasse met haar school. En de juffen die hadden ook heel veel schrik eigenlijk om dit mee te organiseren. Maar ook zij hebben gevraagd van, kan de Nightwatch meegaan, zodat wij toch met een geruster hart ook wel Svenne kunnen opvolgen. Er heeft ook elke nacht een juf meegeslapen in haar kamer. Maar zo waren wij eigenlijk thuis ook wel vrij gerust erin van, oké, als er iets gebeurt, dan worden de juffen ook wel gealarmeerd en dan... dan gaat het normaal gezien ook wel allemaal oké verlopen. Dus bij ons heeft dat wel ervoor gezorgd dat wij zelf wel wat meer rust hebben ervaren. En we hebben het er juist ook gehoord van, de onderzoeksperiode was vrij kort, was over een tweetal maanden. Wij zijn ondertussen van 2018, eigenlijk hebben wij al een Nightwatch, dus dat is ondertussen bijna 4 jaar. En bij ons heeft dat er wel voor gezorgd dat onze slaapkwaliteit er ook wel op vooruit is gegaan. Wij slapen wel beter, wij slapen ook dieper. Dus wij vertrouwen ook wel op het toestel als dat nodig is, dat dat ook wel afgaat. Het kan nog eens zijn, wij hebben ook nog steeds babyphones die dat er mee bij staan. Wij hebben ook een camera hangen in de kamer die dat, als de Nightwatch afgaat, dat wij direct onmiddellijk ook al kunnen checken van wat is er hier aan de hand. Ook als de Nightwatch 's nachts is afgegaan, kunnen we de camerabeelden de volgende ochtend herbekijken van waarom is hij afgegaan. Was het inderdaad terecht? Was er iets heel kleins? Was er een schokkende beweging met de arm? Was het gewoon aan het laken trekken? Wat dat ook regelmatig inderdaad het geval is, want ook bij ons zijn er regelmatig valse alarmen, maar wij zijn van mening liever een valse alarm te veel dan een alarm te weinig. Dus dat was eigenlijk vooral ook de reden dat wij er ook ene overgestapt zijn. En ja, wij zijn op zich nog altijd heel blij dat we het toestel hebben en het zorgt toch wel voor een vertrouwd gevoel eigenlijk. Voilà, ik denk dat dat ongeveer voor mij ook was, Stefanie. Ja, dankjewel Cindy voor je heel eerlijke toelichting over je gezinssituatie. Ik denk dat dat voor andere mensen ook altijd, andere ouders, andere gezinnen, altijd fijn is om te horen hoe het er bij andere ouders die ook kindjes, in jullie geval kindjes, hebben met epilepsie aan toe gaat. Als ik je goed begrepen heb, hebben jullie eigenlijk de Nightwatch aangeschaft vanuit twee redenen, denk ik. Enerzijds een stuk vanuit dat veiligheidsgevoel. Als ik dan teruggrijp naar de presentatie van Anouk van Westerenen. Veiligheid, hè, om zeker te zijn dat jullie dochtertje voldoende in een veilige positie lag in bed, dat jullie konden ingrijpen zo nodig. En anderzijds denk ik, je hebt het zelf hier op het einde gezegd vanuit dat gevoel van vertrouwen. Hè, van we vertrouwen erop dat het toestel een bijkomend paar ogen vormt. Heb ik het zo goed begrepen? Of zit klopt, ik er... inderdaad. Ja. Ik denk de periode voor de Nightwatch... dat was eigenlijk een hele moeilijke periode. Svenne is dan naar Pulderbos ook gegaan, maar vlak voor Pulderbos, al de zware aanvallen, wij sliepen eigenlijk heel beperkt. Dat was echt een vaste slaap, was er eigenlijk niet. Het was vooral het wakend slapen, zullen we het noemen. Dan is Svenne eigenlijk naar Pulderbos gegaan, wat dat dan heel moeilijk was. Maar voor ons eigenlijk in die week, als Svenne in Pulderbos zat, merkten wij zelf ook hoe moe dat wij eigenlijk waren. Want Svenne was er dan niet s'nachts. Dus ons lichaam gaf dan eigenlijk toe van, oké, nu kan je slapen. En wij merkten van dat wij inderdaad heel doodop al waren van al de jaren ervoor. En dan hadden wij ook zoiets van in het weekend, als Svenne dan wel terug bij ons thuis was, ja, merkten wij weer dat ons lichaam automatisch in de stand ging van... Oké, wij gaan hier terug gaan waken slapen en elk klein geluidje gaan we gaan kijken wat is er aan de hand. Je spuurt naar boven, is alles wel in orde? En dan hadden we zoiets van, oké, we gaan inderdaad een Nightwatch proberen. En in het begin was dat ook, je hebt daar niet een volledig vertrouwen in, want je denkt van, oei, ga je het misschien niet detecteren of hij gaat niet alarmeren. Maar uiteindelijk groeit dat vertrouwen wel en heb je wel zoiets van, oké,
hij gaat mij wel wakker maken en ik word er wel wakker van. En voel ook aan jezelf dat je eigenlijk de volgende dag ook veel dieper hebt geslapen dan de keren ervoor. Dus het is inderdaad een combinatie van een beetje verschillende factoren dat ervoor gezorgd hebben dat wij die toch hebben aangeschaft. Oké, herkenbaar eigenlijk wel. Allemaal. Er is best nog wel wat... dankjewel trouwens, Cindy. Er is best wel nog wat tijd over om mogelijke vragen te beantwoorden. Ik zie dat er ondertussen wat vragen binnenkomen via de Q&A. Ik denk dat we die maar er gaan op loslaten. Eerst en vooral wil ik misschien nog heel even zeggen dat wat de presentatie van Anouk van Westreen betreft, dat ik die zelf en ik hoop dat andere ouders die meeluisteren ook wel heel treffend vond, omdat daar eigenlijk een stuk herkenning mee gegeven wordt. Hè. Anouk had het over het feit dat alle ouders angst hebben om hun kind te verliezen. Ik heb vaak nog heel lang gedacht dat ik de enige was die dat had. Hè, dat ik degene was die misschien te angstig was. En eigenlijk, als dat dan via een dergelijk onderzoek een stuk bevestigd wordt, dan denk ik dat dat toch een stuk... we zijn er natuurlijk niet fier over dat we die angst hebben, maar te weten dat we daarin niet alleen zijn, denk ik dat dat toch een stuk... kan helpen, denk ik, in het verder aanpakken. Ik wou dat even gezegd hebben. Oké, de vragen. Er is een eerste vraag binnengekomen van Rosanne Blomme, die misschien de context, en dat is een vraag die aan Anouk, denk ik, gericht is. Zij hebben vanaf de lancering eigenlijk de Nightwatch gebruikt als testgezin, waarbij eigenlijk die Nightwatch bijna geen valse alarmen heeft gegeven. En de vraag is of er als gevolg van de studie aanbevelingen naar de Nightwatch toe zijn als het gaat over nieuwe ontwikkelingen. Ik weet niet of Anouk, of jij die vraag kunt beantwoorden, of dat we misschien nog wat toelichting bij de vraag nodig hebben. Ik weet het. Ik kan er wel iets over zeggen, okay. Hoor. allereerst hebben we de Nightwatch hebben we in eerste instantie, dat is alweer een aantal jaar geleden, op volwassenen getest. Daar liet hij eigenlijk best wel goede resultaten zien. Vervolgens hebben we ook een klein groepje kinderen meegenomen. En aan de hand daarvan merkten we eigenlijk in eerste instantie al dat hij wat meer valse alarmen gaf dan bij volwassenen. En we denken dat dat te maken heeft omdat de hartslagpatronen en ook bewegingspatronen bij kinderen eigenlijk heel anders zijn dan bij volwassenen. Dus voor mijn onderzoek, het PROMIS-onderzoek, waarbij we alleen naar kinderen hebben gekeken, hebben we eigenlijk al een eerste ontwikkeling gemaakt. Waarbij we het algoritme, dus het formule wat in de Nightwatch zit, wat hebben aangepast op kinderen. En uiteindelijk zien we dat hij eigenlijk net zo gevoelig is nu bij kinderen als bij volwassenen. Dus daar is al een kleine aanpassing geweest. Voor het vervolg weet ik dat we bezig zijn om te kijken of we het algoritme, dus die slimme formule in de Nightwatch, ook op de persoon kunnen aanpassen. Dat is wel heel erg ingewikkeld, dus daar zijn we nog niet helemaal uit. Maar we denken dat we misschien kinderen of mensen met epilepsie in verschillende groepen kunnen indelen. Met verschillende soorten epilepsie, verschillende soorten patronen in die hartslag en in die beweging. En dat we daar die formule ook een beetje op kunnen aanpassen. Zodat die in die specifieke groepen nog een stukje beter gaat presteren. Dit is wel nog toekomstmuziek. Maar dit is iets waar we nu mee bezig zijn om te kijken of we die Nightwatch nog wat beter kunnen toepassen. En dat is dan met name voor degene die op dit moment nog veel valse alarmen laten zien. Want de gevoeligheid is al best wel hoog. Er worden niet heel veel aanvallen gemist. Dus dan met name om te kijken of we die aantal valse alarmen kunnen verminderen. Dus dat is iets waar we in de toekomst op gaan richten. Oké, prima. In volle evolutie. Dus. Ja. Iemand stelt de vraag. Ik kan die misschien ook zelf proberen te beantwoorden, omdat het een eerder algemene vraag is. Zijn er buiten de Nightwatch nog andere epilepsie-alarmsystemen? Die zijn er zeker.
Het zal ons misschien te ver leiden om daar nu allemaal op in te gaan. Wat wel is, is dat de meeste van die systemen, toch de systemen die wij kennen, eigenlijk gemaakt zijn om de meer gegeneraliseerde, dus de tonisch-klonische aanvallen te gaan detecteren. En dan vooral ook 's nachts. Er zijn maar zeer beperkt aantal, of ik ken er eigenlijk maar één, type systemen dat absences detecteert, ook overdag. Ik ben duid op aan het nadenken. Er is ook een systeem dat tonisch-klonische aanvallen detecteert, niet alleen 's nachts, maar ook overdag. En dan spreek ik over de Embrace bijvoorbeeld. Maar als de betrokkenen daar meer informatie over wenst, dan kan je gerust met ons contact opnemen en dan kijken wij in welke mate dat wij je vragen kunnen beantwoorden. Maar er zijn zeker nog andere systemen dan de Nightwatch. Misschien als aanvulling daarop vanuit onze Nederlandse epilepsiegroep hebben we ook een website gemaakt. Dat is aanvalsdetectie.nl. En daar, het is wel een beetje wetenschappelijk, misschien wat ingewikkeld, maar daar staan eigenlijk alle systemen die op dit moment beschikbaar zijn op een rijtje genoemd, met ook wat uitleg erbij. Niet alle systemen zijn ook in Nederland of België te koop of op de markt. En niet elk systeem is even goed getest of even presteert even goed. Dus het is altijd even, daar staan alles op een rijtje, maar het is altijd even goed kijken van welke zijn dan voor jou ook echt beschikbaar. Ja, juist, dat is een goede tip. Dankjewel, Anouk. Ik ga meteen misschien ook nog voortgaan op een aantal vragen die er eigenlijk komen van dezelfde persoon die daarbij aansluit. Hè. Wat is de kostprijs van dergelijke alarmsystemen? Hoe werkt zo'n alarmsysteem? Kostprijs, het verschilt heel erg per systeem. Er zijn systemen die enkel, zoals de Nightwatch, een basisprijs vragen. En er zijn daarnaast systemen die ook een maandelijkse, abonnement vragen. Dus dat is heel, heel verschillend qua provider eigenlijk. Daar kunnen heel veel variaties in bestaan. Dus het is moeilijk om daar zomaar per systeem te gaan zeggen van het kost zoveel. Ook daar, hè, als je daar meer informatie over wenst, dan kun je gerust met ons contact opnemen. Hoe werkt zo'n alarmsysteem? Daar ben ik zelf niet genoeg technisch in onderlegd, maar opnieuw, elk systeem heeft zijn eigen specificiteit. Hè. In het geval Anouk van de Nightwatch is het het schokken gecombineerd met de hartslag. Hè. Klopt. Ja. Eigenlijk hebben alle verschillende apparaten verschillende sensoren. En op basis daarvan kijken ze naar bepaalde patronen in die sensoren en kunnen ze daarmee een bepaald patroon herkennen wat vergelijkbaar is aan een aanval. Heel veel systemen maken gebruik van de hartslag, want we zien met name bij grote aanvallen dat die hartslag echt heel erg omhoog gaat. Dus dat is een goede graadmeter om een aanval te meten. En beweging wordt ook vaak meegenomen. Dus de schokken inderdaad, zoals de Nightwatch meet, die kijkt naar een bepaalde frequentie, een bepaalde trilling in de beweging die gelijk staat aan bewegingen die je bij aanvallen kan zien. Maar er zijn ook sensoren die bijvoorbeeld het zweet meten op de huid. Of die alleen de beweging van het bed meten. Dus zo zijn er verschillende systemen met verschillende toepassingen. Ja, klopt. Iemand zegt, mijn dochter heeft trekken met het gezicht voor ze gaat schokken. Wordt dit gedetecteerd? Bedoeld, wellicht wordt het al gedetecteerd bij het trekken van het gezicht. Ja, dat hangt er helemaal van af, denk ik. Soms zie je als een aanval begint dat ook al meteen de hartslag omhoog gaat, bijvoorbeeld. En dat is iets wat je wel al snel kan meten. Schokjes in het gezicht alleen, daar ken ik geen apparaten voor die alleen dat kunnen meten. Maar de schokken die daarna dan in het lichaam volgen, die kunnen wel opgepakt worden door een systeem. Maar vaak is die hartslag al iets wat best wel vroeg verandert en wat wel vroeg gesignaleerd kan worden. Dus het kan zijn dat toch al
zodra die schokjes in het gezicht zichtbaar zijn, dat er ook iets in die hartslag zichtbaar is. En dat daardoor toch al een alarmpje af kan gaan. Oké, interessant. Ik ga daar nog een korte aanvulling op doen, als ik mag, Stephanie. Ja, uiteraard. Wij hebben dat inderdaad ook wel gemerkt. Dat wij een dokter, die had geen schokjes in het gezicht, maar die haar aanvallen begonnen eigenlijk altijd aan haar rechterarm, dat die trekken kreeg. Dus dat was ook wel de reden dat wij inderdaad, de naaitje wat ze wordt normaal gezien aan de bovenarm aangedaan, dat we die altijd rechts wel hebben gedaan. En dan gaat het ook van in het begin in principe de aanval ook wel detecteren. Als er natuurlijk een aanval links aan het lichaam gaat ontstaan, dan gaat de nightwatch dat nog niet detecteren als de rechterarm dan nog niet mee aan de schokken is. Dus, maar het is wel wat dokter Anouk van Westerenen zegt, van als de hartslag omhoog gaat, dan detecteert hij dat ook wel. En de beweging is in principe bij de nightwatch na 10 seconden dezelfde beweging. Dus er zit ook wel een marge op als inderdaad uw kind zijn deken of zijn laken goed ligt, dat er niet onmiddellijk altijd een alarm afgaat. Ik heb soms wel een dochter die dat 20 seconden aan haar laken trekt en dan durft er wel eens een alarm afgaan. Maar er zit wel een marge in. Ja, oké. Interessant. Het is inderdaad genuanceerder ook dan dat, dan te zeggen van, heb ik nu begrepen, van het gaat enkel af bij gegeneraliseerde aanvallen, bijvoorbeeld met schokken, omdat we die factor hebben, zoals Anouk ook zei, van bijvoorbeeld de hartslag. Hè? Die maakt dat het misschien toch al vroeger of bij een ander type aanval ook gedetecteerd kan worden. Hè? Zo heb ik het. Wat de Nightwatch ook wil doen, is ook wel een alarm geven als er geen hartslag meer is. Nou, dat klinkt misschien nu heel erg eigenlijk, maar voor ons was dat ook wel. Bij een van de laatste aanvallen had onze dochter ook wel een heel laag saturatieniveau, waardoor dat ook alles heel vertraagd aan het lopen was. En dat wij ook wel daar een beetje een veiligheidsgevoel bij hadden van oei, als die hartslag inderdaad er niet meer zou zijn, dan wordt er ook een alarmering gegeven. En dat is ook een ander soort alarm dat dan afgaat dan het alarm dat bij beweging is afgegaan. Dus daaraan hoorde ook wel dan aan het toestel van oei, er wordt hier geen hartslag niet meer waargenomen, van wat is er nu aan de hand? Dat kan ook zijn dat de sensor dan gewoon even niet goed hangt. Hè. Dus in de meeste gevallen is dat gewoon het geval. Maar bij ons was dat ook wel, dat ook wel zorgde weer voor een veiligheidsgevoel, dat we weten van oké, dan gaat hem ook op af. Ja, oké. In dat geval, we willen er niet graag aan denken, maar er was iemand die een vraag had. Ik probeer het even terug te vinden en ik probeer in te pikken op wat jij net zei, Cindy, over de saturatie. Ik vind het nu niet direct terug. Maar ik weet niet in welke mate dat je daar kan op antwoorden, hoor. Ik laat de vraag gewoon aansluiten op het laatste wat jij zei. Iemand zegt de triggers zijn hartslag en beweging. Ik dacht ook gehoord te hebben dat saturatie een trigger is. Maar wat wordt daar juist mee bedoeld met dat laatste? Is dat dan bijvoorbeeld de zuurstofsaturatie? Ja, dat klopt. Het is een beetje een medische term, sorry daarvoor. Maar saturatie is inderdaad het zuurstofgehalte in het bloed. En dat kan je meten door bijvoorbeeld een clipje op de vinger of op een teen. Die kijkt dan naar de doorbloeding en die kan dan ook het zuurstofgehalte meten. En we zien soms bij aanvallen, hangt wel van type aanval af, maar dat ook de saturatie kan dalen. En daar kan je een alarm op laten afgaan. Ik weet wel uit ervaring dat deze systemen vaak heel veel valse meldingen geven. Omdat ze heel erg heel gevoelig zijn. Soms kan je ze ook wel instellen op een bepaalde waarde. Maar we zien wel dat bij beweging dat hij al gauw een wat lagere waarde laat zien. En dat hij daarom vaak meer valse alarmen geeft dan andere systemen. Ja, we hadden ook gehoord dat die volop in onderzoek ook zijn, die systemen, omwille juist wat je net zegt, en ook van de complexiteit van dergelijke systemen. Er is iemand die een vraag stelt over of de toestellen ook wel eens tijdelijk ingezet worden, om te kijken wat bijvoorbeeld nieuwe medicatie kan doen, waarschijnlijk, of om een beter inzicht te krijgen. Ik probeer de vraag te begrijpen. Of beter inzicht te krijgen de aanvallen van epilepsie die veranderen. Wacht, ik ga de vraag proberen opnieuw te stellen, want dat was niet heel erg
Duidelijk. Dus ik denk dat inderdaad de vraag is, hè, gebruiken ze die aanvalsdetectiesystemen ook voor kortere periodes om te zien, oké, werkt medicatie nu? Ja dan, nee. Of is er een verandering in aanvallen vast te stellen? Ja, ik denk dat dat een hele goede vraag is. Dat is iets wat in mijn onderzoek ook naar voren kwam. Is dat sommige mensen het ook graag eigenlijk een soort van leen- of huuroptie zouden willen hebben. Dat je niet direct continu aan een apparaat vastzit. Maar op momenten dat het misschien wat spannender wordt. Of dat je het beter in de gaten wilt houden. Dus bijvoorbeeld als je medicijnen gaat wisselen of afbouwen. Of nou ja, als de epilepsie heel erg wisselt en er net weer een onrustige periode is. Dat je eigenlijk alleen in die periode een alarmsysteem gebruikt. En zoals Stephanie eerder ook al aangaf, sommige systemen kan je gewoon aanschaffen. En andere die kan je eigenlijk als een soort abonnement aanschaffen. Dus daarin zijn al wel opties om het ook tijdelijk te gebruiken. Maar nog niet alle systemen hebben die mogelijkheid. En ik denk dat het wel van toegevoegde waarde is om dat zo aan te bieden. Om mensen ook die optie te geven van hey, misschien wil ik hem alleen maar in een bepaalde periode gebruiken. Ja, oké. Iemand vraagt, detecteert de Nightwatch ook zogenaamde stille aanvallen? En als men met stille aanvallen bedoelt absences? Ik denk dan aan absences. Nee, absences vangt hij niet, maar je hebt ook stille aanvallen waarbij, ik denk, helemaal geen geluid is, maar wat wel een gegeneraliseerde aanval is. Bijvoorbeeld een tonische aanval zonder dat je er iets bij hoort. En in principe is de Nightwatch daar wel op afgesteld, omdat we daar wel vaak zien dat die hartslag heel erg omhoog gaat. Dus dan zijn er niet zozeer schokken. Maar dan is het wel op basis van die hartslag dat de Nightwatch een alarm geeft. Ja, maar ja. Absences inderdaad niet. Die zijn te klein voor de Nightwatch. Absences niet, maar de EpiHunter doet dat wel. Hè. Die is daar wel specifiek voor gemaakt. Iemand vraagt, is het enkel voor 's nachts of kun je het ook overdag gebruiken? Of zijn er voor overdag andere alarmtoestellen? Ik heb dat daarnet ook al even aangehaald. Er zijn inderdaad ook toestellen die overdag kunnen gebruikt worden. Die zijn dan meestal in de vorm van een uurwerk, zoals de Embrace of de EpiCare Mobile. Dat zijn een soort van uurwerken, noem ik het dan, waar eigenlijk de zorgverlener, de ouders, worden verwittigd via Bluetooth en dan een signaaltje krijgen op hun gsm. Maar dus die zijn er zeker voor overdag. Maar misschien wil jij daar nog iets aan toevoegen, Anouk of Cindy, ik weet het niet. Ja, de Nightwatch is bijvoorbeeld alleen voor 's nachts. En dat is ook omdat het wat lastiger is. En ik zag er ook een andere vraag over. Om overdag te detecteren. Omdat er dan veel meer gebeurt. Iemand beweegt veel meer. Bijvoorbeeld met tanden poetsen. Nou ja, dat is net zo'n schokkende beweging als dat je maakt met een aanval. En als je bijvoorbeeld gaat sporten of bewegen, dan gaat je hartslag ook omhoog. Dus dat kan allemaal voor valse alarmen zorgen. Dus daarom zijn veel systemen die veel beter werken 's nachts. En sommige zijn daarom ook echt alleen maar voor 's nachts bedoeld. En er zijn inderdaad wel maar minder systemen beschikbaar die ook overdag kunnen alarmeren. Ja, ja, oké. Okay. Moet het kind enkel een armbandje aandoen? Dat verschilt natuurlijk ook van systeem tot systeem. Hè? Bij de Nightwatch is dat wel zo. Bij de Embrace en de EpiCare Mobile is dat ook een klein armbandje. Maar opnieuw, dat kan zo verschillen van device tot device. Ook daar, misschien wil jij daar iets aan toevoegen, Anouk? Ja, je hebt bijvoorbeeld ook bedmatjes. Dan zit er niks aan het kind of de persoon zelf. En dan leg je iets op het of onder het matras die dan de beweging detecteert.
De meeste dingen zijn wel aan het lichaam. En die zijn ook wel vaak het meest gevoelig. Omdat die eigenlijk direct op de persoon iets meten. En we zien dat dat meestal de meest gevoelige apparaten zijn. En tegenwoordig zijn ze al best wel, vind ik, best wel vrij ontworpen. En zijn het vrij kleine, best wel comfortabele arm- of polsbandjes. Die goed te verdragen zijn. Ja. Oké, en er wordt gevraagd van, kan het ook rond de enkel? In het geval van de Nightwatch is dat wel zeker zo. Hè? Dat wordt ook geadviseerd, hè? Als het bijvoorbeeld om een of andere reden niet goed lukt rond de arm, dat het ook om de enkel kan. Hè? Dat is bij onze dochter, doen wij het ook eigenlijk nu rond het onderbeen, omdat er inderdaad anders net wat veel vals alarmen binnenkwamen van het laken altijd goed te trekken. Dus hebben we dat nu ook onder het onderbeen gedaan. Ja, en dat werkt evenzeer, denk ik, hè? Ja. Ja, dat horen wij ook van andere ouders. Ja. In principe overal waar de Nightwatch meet met van die groene lampjes die je ook bij zo'n smartwatch hebt. Bijvoorbeeld een Apple Watch. En die moet contact maken met de huid. Dus in principe kan je die overal omdoen waar die maar contact maakt met de huid. En dan wordt die wel wat gevoeliger als hij inderdaad om een arm of een been zit die ook meeschokt tijdens een aanval, als dat het geval is. Maar in theorie zou je hem bijvoorbeeld ook op je hoofd, voorhoofd kunnen houden. En dan doet hij het ook. Maar dan meet hij vooral de hartslag. Ja, oké. Iemand vraagt, is het zo dat dergelijke alarmsystemen nog niet bestaan of zeldzaam zijn? Misschien hebben we ons daar niet zo goed uitgedrukt dan. Ze bestaan wel, hè, maar er zijn veel die ook nog in volle verdere ontwikkeling zijn, natuurlijk. Hè. Maar misschien wil je daar iets aan toevoegen, Anouk. Ja, ik denk de afgelopen jaren is er heel veel ontwikkeld. En we zijn ook nog steeds aan het ontwikkelen. Ook met de Nightwatch zijn er nog steeds verbeterslagen aan het maken. Er zijn er ook al heel veel op de markt. Dus daar, daar is een hele hoop al beschikbaar, denk ik. Ja. Oké. De vraag, wat is er duidelijker, een watch of een matje? Je hebt het eigenlijk daarnet al gezegd, hè, dat het eigenlijk idealiter beter is iets dat rechtstreeks op het lichaam zit, waardoor waarschijnlijk het apparaat of de device toch sensitiever wordt. Zo had ik het begrepen, hè, Anouk? Ja, we zien dat de meeste apparaten die op het lichaam gedragen worden en die ook verschillende modaliteiten samenneemt, dus hartslag en beweging of zweet en beweging. Nou ja, die combinatie, omdat je dan twee verschillende dingen meet, dat maakt het nog gevoeliger. Maar het is denk ik elke keer bij iedereen weer een afweging, want soms adviseren we toch ook wel dat matje nog. En dat is bijvoorbeeld bij mensen waarbij de hartslag nog wel eens schommelt. Sommige kinderen die hebben nachtmerries of die worden best wel vaak wakker 's nachts. En dan zien we dat de hartslag ook ineens kan stijgen. En dat kan dan voor valse alarmen zorgen. En als die bij een aanval wel heel duidelijk schokken hebben, die zo'n matje ook kunnen opvangen, kunnen detecteren, dan adviseren we soms om toch alleen zo'n matje te gebruiken. Dus het is echt per casus verschillend. Oké. Ik denk dat we er bijna door zijn. We gaan ook zo goed als bijna moeten gaan afsluiten. Er komen vragen binnen ook over of ze die apparaten vergoed worden door de zorgverzekeraar. Dat is een heel moeilijk onderwerp, hè, want op vandaag is dat in België, want we moeten hier wel oppassen, want wij spreken natuurlijk voor België. Hè. Wordt er niet standaard in een terugbetaling voorzien, jammer genoeg. Vandaar ook dat wij met onze VZW een bruiklijndienst hebben, zodanig dat mensen die apparaten kunnen proberen vooraleer ze ze definitief zelf aanschaffen. Er wordt soms via op meer uitzonderlijke basis een apparaat terugbetaald, maar zeker niet standaard. Ik weet dat EpiHunter, denk ik, heeft daarvoor gezorgd dat er dan bij bepaalde ziekenfondsen hier in België dat er een klein bedragje wordt terugbetaald voor de device.
Maar dat is nog een, er is een hele grote weg nog af te leggen om die apparaten via de zorgverzekeraar eigenlijk standaard terugbetaald te krijgen. En dat hangt, denk ik, natuurlijk ook volgens mij samen met het feit dat die apparaten ook nog volop in ontwikkeling zijn. Hè, en dat wetenschappelijk onderzoek bij velen ook nog volop lopende is. Dus het onderzoek mag gerust nog wat sneller gaan, misschien dat dan de terugbetaling ook makkelijker komt voor ons als ouders. Ik ga nog heel vlug even door de vragen lopen. Moet mij excuseren als ik vragen over het hoofd zie. Iemand vraagt, worden de apparaten die desaturaties detecteren enkel ter hoogte van de vingers of de tenen geplaatst? Of ook nog op andere plaatsen? Want er is wel een risico op drukletsels. Het is heel technisch, dat weet ik niet. Ik kan er wel wat over zeggen. De apparaten die ik ken, die zijn meestal wel op een vinger of een teen. Maar tegenwoordig zijn die eigenlijk zo subtiel dat het een heel klein pleistertje betreft. Dus ik ken dat, misschien kent deze persoon van die grote knijpers die je op een teen of een voet zet. Dat zie je soms in het ziekenhuis. Maar er zijn tegenwoordig apparaatjes die echt met een heel klein pleistertje op je nagel heel subtiel dat kunnen meten. Het nadeel is wel, daar zit dan een snoer aan vast. Dus dat is soms wat onhandig. Zeker als mensen ook uit bed gaan om naar de wc te gaan bijvoorbeeld. Dus dat is wat beperkend. Maar het zijn vrij subtiele plakkertjes tegenwoordig. Oké, alle geluk. Nog misschien een laatste vraagje. Iemand zegt, ik begrijp dat er een mogelijkheid is om, om de absences te zien. Wordt dit al wel vaker ingezet en is dat al goed ontwikkeld? Ik heb daar zelf nog niet van gehoord, maar vind dit wel interessant. Ja, dat is de EpiHunter. Je kunt dat apparaat ook via ons uittesten. Het is te zeggen, ik moet oppassen wat ik zeg. Wij lenen apparaten uit aan mensen die in België wonen. Wij lenen niet uit, omwille van juridische redenen, aansprakelijkheid in Nederland. Maar in ieder geval, je kunt je ook richten tot de provider zelf, hè, die dan wel uitstuurt naar Nederland. Maar EpiHunter is inderdaad een device die absences detecteert. Die is beschikbaar op de markt. Mocht je daar ook sowieso meer informatie over wensen, mag je uiteraard ons ook altijd een mail sturen. Hè? Dan kunnen wij je doorsturen naar de personen die er u meer kunnen over vertellen. En wij zijn op info@kinderepilepsie.be te bereiken. Ik denk dat het belangrijkste was. Dat de belangrijkste vragen waren. Het waren er ook wel heel wat. Okay, misschien nog een laatste. Dat, voor jou, Anouk, weet jij daar iets over? Want ik had het antwoord gegeven over de terugbetaling via de zorgverzekeraar voor België. Maar de dame in kwestie zegt, ja, ik had het eigenlijk over Nederland. Wordt dat in Nederland terugbetaald? Of gedeeltelijk? Of... Nou, helaas hebben wij ook nog niet dat alarmsystemen vergoed worden. We zien wel ontwikkelingen in bepaalde gemeenten, waarbij soms bepaalde kosten toch wel aftrekbaar zijn, bijvoorbeeld van de belasting. Maar dat verschilt echt per plek en per aanvraag. Ik adviseer altijd maar gewoon proberen, maar er is nog geen vaste vergoeding. We zijn heel druk bezig om de Nightwatch ook vergoed te krijgen in Nederland. Ik weet dat het in Duitsland wel al vergoed wordt, maar daar hebben ze dan weer net een ander systeem blijkbaar. Ik heb ook een onderzoek gedaan wat hopelijk ook kan bijdragen aan deze vergoeding, omdat het ook echt aantoont dat het kosten bespaart. Omdat kinderen minder vaak naar een ziekenhuis moeten of andere zorg minder wordt. Dus hopelijk binnenkort, maar het is helaas een lange weg. De onderhandelingen. Dus. Ja, inderdaad. En dat horen ze wel graag, denk ik, de kostenbesparende maatregelen. Ik sta op mute. Nee, niet op. Iedereen kan mij horen, denk ik. Hè? Ik denk niet dat er een probleem is. Goed, ik denk dat we hier gaan afsluiten. Het is 15:45. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken
voor jullie tijd en energie die jullie deze avond aan deze presentaties gespendeerd hebben. Het was heel, voor mij toch, ik hoop voor het publiek ook, heel interessant, heel herkenninggevend ook op een of andere manier. Dus ik hoop dat ons publiek daar ook zeker wat aan gehad heeft. Mochten mensen nog vragen hebben achteraf, hè, dan mogen ze die altijd doorsturen naar info@kinderepilepsie.be en dan zien wij wel hoe wij een antwoord kunnen terugsturen. Ik heb in het begin gezegd, het webinar is dus opgenomen en wij gaan dat, we geven ons een paar dagen tijd, het zijn drukke tijden, over een paar dagen dus ter beschikking stellen via onze social media en ook via onze website. Voilà, ook heel hartelijk dank aan onze luisteraars en heel graag tot op een volgend evenement. Dank jullie wel.